Hallo, beste mensen van het schoolleven. Mijn naam is Dardra, jongens en meisjes. Allemaal welkom hier op mijn YouTube-kanaal. Elke zaterdag post ik een video om 4 uur. Nu, door de coronaperiode en door alle maatregelen kan ik niet innovatief blijven. Of ik ben toch niet elke week in een mogelijkheid om een video buiten te schieten. Want ja, ik heb vrienden nodig die kunnen, want die moeten ook gaan werken. En natuurlijk juist onderwerpen. Als jullie leuke onderwerpen hebben voor mij, laat het me weten. Volgende week hebben we wel een heel nice video die we gaan opnemen. En dan ga ik deze zaterdag om 12 uur voor op locatie. Dus zeker en vast volgende week ook even de video checken. Maar voor vandaag gaan we iets doen. En ik ga uit mijn comfortzone. Ik ga helemaal uit mijn comfortzone. Ik ga een prank call doen. Jullie weten, ik heb geen schaamte. Maar ik heb geen schaamte als ik andere mensen bij me heb. Als ik me zo kan amuseren met andere mensen. Maar zo alleen bellen naar iemand en die voor de leut nemen. Ik weet niet. Het is spannend. Het is spannend. Maar ik ga mijn best doen. Ik heb totaal niks voorbereid. Ik ga gewoon op tweedehands eens kijken. En nadien heb ik ook nog een filmpje van Omegle van afgelopen weekend. Wat is dat voor een nummer? 0650. Hallo. Ja, hallo mevrouw. U spreekt er met Jos Verstappen van Leuven. Wat was u? U spreekt met Jos Verstappen van Leuven. Van Leuven? Ja, van Leuven. Ja, ja. Ik heb uw zoekertje gevonden op tweedehands.be. Ik heb met een man er op een minuutje niet meer. Ja, 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 ja. 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 Hallo, Dag meneer, dag André. U spreekt met Jos Verstappen van Leuven. Ja. Van Leuven? Van Leuven, ja. Mooie muziek trouwens op de achtergrond. Ja. Oblief? Mooie muziek op de achtergrond. Ja. Die aan het luisteren naar een ment. Wat is aan het doen? Die aan het luisteren naar een tv, naar ment. Naar ment? Ai, dat is een oude wijvenzender dat ze zeggen bij ons in Leuven. Hè? Ja. Zeg meneer, ik bel eens in verband met uw zoekertje op tweedehands. Ja? Ja, dat is toch van Dreetje, hè? Ja. Nintendo Game Aladdin, dat is die waarvoor dat ik bel. Ja. Ja, werkt die nog? Ja, ik ga lekker zeggen, ik ga dan moeten. Ik kan dat meegeven naar mijn dochter, omdat ik een batterij nodig heb. Ik nog een batterij, ik kan dat meegeven naar mijn dochter en ik weet het eigenlijk niet. Normaal zijn er een stuk of 6 of 8 cd'tjes in. Ja? Dat zijn twee toestellen, of twee toestellen gezien. Ik zie enkel Nintendo Game Aladdin. Ja. Dat zijn twee toestellen, dat met batterijen, dat moet je echt niet. Ja, zeker. Dat heb ik, hè. Maar want het is voor het spellen kan ik bellen, hè. Ja. Ja. Maar is dat zo met die goede Disney-muziek dan? Want dat moet wel de juiste zijn, hè? Moet je dat in een cassette zien? Ja, maar dat is toch mijn muziek? Ik weet het eigenlijk niet. Dat denk ik niet. Wat ik Nintendo ben. Maar dat Nintendo. We zijn nog geen kindertoestelletjes of zo voor kinderen. Ja, meneer, maar gamen dat is ook voor grote mensen, hè? Ja, maar nee. hetgeen dat ik weet, dat ik er maar een dag wacht heb. Dat ik er maar een dag wacht heb en mijn dochter heeft dat meedoen. Ja? Ik weet het helemaal niet. Ik weet het helemaal niet. Ik heb dat meegeven en ik zal me dat verkopen voor de kleinkinders. Ik zal me dat verkopen. Ik verkoop alles voor mijn kleinkinders. Ja, alles wel mooi. Dat is wel mooi. En wat vraag je daar nog voor dan eigenlijk? Want er staat bieden. Ja, ik weet het helemaal niet. Kon ik zeggen, je baat naar mijn dochter. Ik weet het niet meer als of dat nou werkt en we dat al voor een vrouw. Ik weet het helemaal niet. Ja, dan zal ik eens bellen naar je dochter. Hè, dan moet je die nummer geven. Hè, maar ik wil wel dat dan met muziek is, zo, van Aladdin. Zo, hè. Je kent die muziek, hè, dat is goede muziek. Hè. Maar dat zijn zo'n dingetjes dat je moet verzetten met A en B en C. A, B, C? Dat is een klein toestel met A en B. Maar C toch niet? Op dat van mij staat geen C, jong. Nee, A en B. Ik was aan het panikeren, want als het met C was, dan kon het niet werken op die van mij, want ik heb geen C. Nee, A en B. Links rechts, ogen, liggen, links en rechts. Ogen? Ja, en lager. Hoog, laag, links, voor te sturen, hè. Ja, kijk, weet je wat je doet, jong meneer? Weet je wat je doet, hè? Kijk, ik kom het nummer geven van mijn dochter. Ja? Een huisnummer.
dat het nummer doorgeven en dat ze zeer mogen beslissen. Nee. Ze moesten zeer mogen beslissen. Nee, ik weet het niet. Nee. Oh. Ja. Ik kan er geen prijs van. Ik kan er geen prijs van. Kan ik het nummer geven? Nee? Ja. Kun je eens zeggen hoe dat ze noemen? Yves. Maar je bent de dochter, meneer. Ja, maar Yves. Maar mijn dochter... Oké, deze gaan we even knippen, want alles wat hier verteld wordt zijn alle achternamen, alle voornamen, alle weet ik veel welke huisnummers en waar mensen wonen. Dan gaan we even skippen. We gaan over naar de nummer van die vrouw fixen, want dat is hetgeen wat we gaan doen. 036. Oh, wel, dan zal ik eens bellen en dan... Ja, kijk. Ja. Moet ons spreken nu, hoor. Ik weet het niet. Dat lijkt je de kinderen in de vroeger mee gespeeld. En ik weet het niet meer. Ik ben bezig met je aan het opruimen. Ja. Maar, oh, wel, dat is goed. Ça va? Je moet maar, ik kon nog niet tussen, hè. Ja, dan bel ik als ze thuis is, hè. Is er dan iemand anders thuis? Kwaad niet meer. Ja, is de mama niet thuis? Kwaad niet meer. Ja, maar god, dan is zien of dat de mama niet thuis is. Ze spul doen, bietje. Ja, ik zou eens gaan zien. Ja. Nou, zelfs Jurovita is thuis. Oh, zie, voilà, dan bel ik, dat is goed. Ja, oké, okay. Nee, maar zijn jongeren, zijn van Leuven? Ja, van Leuven, ja. En mijn kleinzinnen zitten er kort aan Leuven. Ah, wel, dan kom dat spelletje toch meepakken, dat is toch plezant, in plaats van met de meisjes te spelen met de spelletjes, hè? Nou ja, zijn jongeren, vriendelijk bedankt. Ja, André, dikke merci, man, en dan bel ik straks naar je dochter, hè. Ja, dank u wel. Voilà, ciao, hè. Joe. Ik vind dat keurig voor die mens. Mijn computer loopt vast. Wacht. Zijn computer loopt vast. Maar bij ons zit het niet vast, dus het is goed. Voor alle duidelijkheid, deze man kwamen wij tegen op Omegle en hij wou voor ons een liedje zingen. Ik heb hem gevraagd of we de beelden mogen gebruiken en of ik hem mocht filmen voor YouTube. En het was geen probleem, dus jongens en meisjes, hou jullie vast, want deze gast is next level. Goed zo, je kunt verder doen. Oké. En? Ik zal het dan wel schermen komen. En? Ja, en u bent? Ik zit er klaar voor. Ik ga dus zingen voor jullie, let's go. Het liedje noemt Yeah You Know. Yeah, you know who I am. You see me in the gang. Yeah, you know who I am. You see me in the gang. Zo, we spreken die glazen hier. Pas op. Chance is leeg. Hey, you know. You see you in the... I was in the gang of... You see me in the gang. See me. You know. See me in the gang. Come on. Yeah, you know. You see me in the gang. Oei, de walvis is er ook. We zijn gespoeld. Dat kan niet. Alleen maar, doet het expres. En je hebt echt geoefend. Ja, zo'n tekst staat van een gsm daar, zie je. Hij is aan het af. Dat kan niet. Dat komt spontaan. Dat komt spontaan. Maar je bent wel een spontane kerel. Ja. Wacht, doe dan nog eens. Dat is een move moeten kennen. Hey, doe dan nog eens. Dat vond ik een move. Ja, nog eens. Ja, zo spontaan. Dat is spontaan, joh. Abonneer zeker, dames en heren. Waar moeten we abonneren? Op welk kanaal? Het staat ernaast. Hè. Ah, het staat ernaast. Ja. Van de vreemdeling. Heeft het getipt. Vreemdeling, is dat uw account? Nee, zot. Het is de Kaba Power. Ja, voilà, goed uitgesproken. Ik ben fier op u. En onze glazen zijn nog heel, dat is al iets. Wow. Want we hadden al leeg gedronken, voor moest het breken. Ah, ja. Hier. Wacht, je krijgt geld van. Kijk, hè. Wij geven ook altijd geld aan straatartiesten. Dus voor hier, alsjeblieft, ze. In uw mandje. Ik krijg gewoon papier, ja, mens. Ah, oei. Ja, dat is niet goed doorgekomen. Het verkeerde papier, opnieuw. 3, 2, 1. Ja, ik kan nog eens een liedje zingen. Nog een liedje. Ja, zing nog eens een liedje. Heb je een heel album? Zing nog een liedje, kom. Ah, dat is mijn instrumentals nu. Ja. Ah, oké. Okay. Geks, hè. Of moeten wij zoiets doen? Zo'n muziekje en een beat geven? Zo? Nee.
Kom aan. Stop, artiest, ik heb ook een talent, joh. Luister goed, hè. Oh, artiest tegen mij. Kent jij Mario? Ja. Ja. Ik zal zorgen dat ik beter ga horen. Kijk, ken eens even, echt waar. Ik kan iets, als je dat kunt, man, dan doneer ik je direct 10 euro op Tiesta Kaba Power, hè. Luister goed, hè. Hij is verbaasd, hij reageert niet. En nu denk je, wow. En een zonnebril, misschien sla je de man eens kapot. Ja, dat is niks. Dat is spek genoeg nu. Hij heeft toch nog zoveel als artiest, hè? Dat is zo'n pedobril. De pedobril is zo op het strand zo te kijken naar de meisjes. Nou, oh, nice, ze zien je ogen er niet door. Ja. Ah, nee, daarom, hè. Dat is harder. Hoe harder dat je toe, hoe meer klank. Gewoon zo hard als je kunt, zo pam pam pam. Kijk, ga verder, hè. Maar mijn hoofd is niet hol. Mijn ook niet. Mijn ook niet. Hé, hey, DDT, nu met mij lachen, mijn maat. Hé, voilà, amai. Hey, gewoon zo, zo. Zo. Allee, man. Ja, ik ga de kip proberen, wacht, hè. Dat is wat, hè. Wacht, hè. En? Hoe voelt het? Ik weet niet. Nog eens, joh. Het is niet goed genoeg. Het moet roder zien. Ik weet niet. Voelt het niet. Dan moet je harder slagen, hè. Kom. Ja, ik ga het een keer moeten proberen, hè. Nou. Wacht, hè. Dat is dus tik, 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 tik. Tik, 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 ja. Ah, hier zit echt een muziek op. Dat is even jullie, maat! Goed bezig, kom aan, hè. Allemaal! Hey. De versie heeft opstaan, anders gaat hem kop hebben. Snap, dat is verder gevorderd, jong. Daar ga ik niet mee beginnen. Tieste Kaba. Van wat staat dat? Van waar de naam eigenlijk? Ik weet niet. Zo spontaan ook? Nee, ik werd vroeger zo genoemd, dus ja. En ik dacht toen aan Knol zelf natuurlijk. Dus ja, toen heb ik er Power achter gezet. Knol. Ah, van Knol Power? Tieste Kaba Power. Ja. Nee, maar dankzij jullie ben ik al minder hyper. Ah. En is dat geacteerd dit, of is dat echt uzelf? Zo. Als je mij goed kent, is dit mezelf. Oh ja. Dat is wel heel. Ja. Echt serieus, ja? Ja. Dan is chic, uniek, ja. Alleen, zeg je. Bijnaam bij ons op school. Downey. Hoe? Mijn bijnaam is Downey in de klas. Hoi. En wat, artiest. Mooi ook. Mooi hoor, zeg. Hey, dat ben ik ook, ze. Hey, als mijn kastjes niet recht liggen, dan word ik zot. Je neus niet recht. Op je t-shirt.
Ja, dat zal wel zijn, maar hey, supportersclub van Leuven, hè? Van KRC Genk. Oei. Hey. Oh. Hij heeft wel een blauwe trui aan, dus... Ja, voor wie zeg jij? Ik heb geen voorkeur. Ja, Genk is toch goed dan? De Belgen, zie je in de achterhand. Ja, ik moet kiezen, is Genk wel een van mijn favorieten. Oh, voilà, kijk, voilà, hier is een man aan mijn hart. Zeg, we gaan naar de volgende, hè, want ik wil nog talenten zien vandaag. Hè. Maar bij deze, dan mag jij... Dit mag op mijn YouTube-kanaal komen, hè? Dik het heeft gespot. Uw laatste video is 7 uur geleden. Ja, dat klopt. Ik zou hem zeker kijken. Maar dit, wat wij nu gefilmd hebben, dat mag op YouTube komen, hè? Ja, anders zou ik het niet doen. Ah, voilà, voilà, voilà. Oké, okay, dat is goed. Zo wat, topmaat. Mathies, tot de volgende. En promoot mij zeker. Dan kan ik mijn vrienden uitlachen dat ze veel minder subs hebben dan mij. Ja, maar dat is dat kan geen probleem zijn. Je komt waarschijnlijk om een thumbnail ook, denk ik. Grotendeels. Maar, dikke merci, maat. En tot de volgende, hè. Joehoe! Ja, dank u. Ongezien. Dat is niet normaal. Echt niet normaal. Ik ga proberen volgende keer andere prankcalls te doen nog. Ik vond dat ook wel leuk. Die gast van Omegle, dat was gewoon ongelooflijk. Die gast is gewoon next level. Ik zou zeggen, check hem uit, want hij verdient het wel. Hij heeft mijn content gegeven. Ik ga hem ook follows droppen. Dikke merci om vandaag te kijken naar deze video. Wat vond jullie van deze video? Geef een blauw duimpje omhoog. Laat u het in de reacties wat jullie er dus van vonden. En ik zie jullie gewoon bij een nieuwe video volgende week zaterdag om 4 uur. En het kan een heel nice video worden, dat kan ik je nu al verklappen. Ik moet hem nog wel opnemen, maar ik weet dat het sowieso een heel dikke video wordt. Want het is een toplocatie. Meer verklap ik niet. Zoals ik altijd zeg, flex die biceps! En joejoe!